kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben in Spanje. Hier heb ik vannacht geslapen. Vanochtend. We kwamen om 7 uur in de ochtend hier in Spanje aan. Na 14 uur te hebben gereden. Samen met Bumper, die is ondertussen ook weer wakker. Ik heb een nieuw zwembroek aan die ik van D heb gekregen. Dankjewel. En er zijn hier zoveel mieren. We hebben geen idee waar ze op afkomen. Maar het zijn er echt heel erg veel. Dus hier moeten we nog even wat aan doen. Maar goed, ik heb wel lekker geslapen van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's ochtends. Beetje gekke tijd, ik weet het. Maar goed, we zijn op vakantie. Bumper, heb jij ook lekker geslapen? Heb jij ook lekker geslapen, Bumper? Hey, check wie hier is. Hallo. Queenie boy. Hey, Bart. Hallo. Alles goed? Ja hoor. Nice. Ja. Jullie zijn er al een paar dagen. Hebben jullie al iets tofs gedaan? Een paar dagen. Ja? Gisteren. Zijn jullie hier sinds gisteren? Ja. Sinds gisteren pas in Spanje? Ja. Oh, ik dacht langer. Nee, maar gisteren zijn we even naar het strand geweest. En dat was het eigenlijk wel. Naar het strand. En kijk dit uitzicht, dames en heren. Good morning. Is dit niet om mieren dood te spuiten? Oh ja, waar is die vandaan? Ja, die stond op de trap. Dus ik ga ze even pakken, jongen. Kom dan! Hoppakee, gaan we. Hier. Meteen allemaal weg. Zo. En niet meer bewegen jullie. Bij mieren mag dit toch? Ja. Daar zijn er triljoen van. Ja, zelfs van Milan mag het. Ja, maar inderdaad. Het is echt wel super irritant. Het is ook niet lekker als ze in je bed zitten en zo. Dus op slaapkamer moeten ze gewoon niet komen. Vertel ze dat nog even. De mieren? Ja. Die moeten niet op de slaapkamer komen. Ja, niet tegen die zijn al dood. Ja, er loopt er nog één daar. Dus oké, okay, dan geeft hij het wel door aan de rest. Ja, dat is handig. Speciaal voor alle... Ah, het is heet. Het is heet. Ik ga even in de schaduw staan. Speciaal voor alle mensen die dit hebben gemist. Ik heb de hele nacht geoefend tijdens het rijden. Komt ie, oké? Okay? It's a beautiful day. The sun is shining. And it feels good. And nobody's gonna stop me now. Tada! We gaan de boel maar eens eventjes uitpakken. Dus we lopen naar de auto toe. Ik heb nog een croissantje met ham. Want ja, als je in Spanje bent, dan ga je natuurlijk naar zo'n winkeltje hier beneden. En dan haal je een typische stokbrood. En dan haal je croissantjes. En dan ga je daar volop van genieten. Oh, even de deur open doen voor Quinn. Hopsakee. Gast, je zit op je blote voeten. Is het niet warm? Nee, je valt echt mee. Oh, want meestal hier op de straat, dan is het echt... Bloed heet, dat is niet normaal. Maar goed, met al het hulp van alle mensen die hier zijn, gaat het snel, hè? Klaar toch, voordat jij er bent. Oh, kijk eens aan. Je hoeft alleen je eigen computertas nog mee te nemen. Nou, klaar, hé. Nog 4 ballen. Ja, maar die laten we toch liggen? Ja, die gaan we gebruiken voor een crossbar challenge. Zie. Ik wil heel graag een crossbar challenge hier in Spanje opnemen. Speciale editie met Quinn. En hier zitten zelfs voetbalspullen in ook, die nog gloednieuw zijn. Die moeten we nog even openmaken. Yes. En ja, dit is heel erg belangrijk natuurlijk. Hier zit mijn laptop in, mijn statief, mijn toetsenbord. Lukt het allemaal een beetje deze? Het is veel te warm om dit te doen. Het is echt bloedheet. Het is de bedoeling dat we hier in deze kast alle kleren gaan neerleggen. En ja, we hebben best wel veel spullen in een best wel kleine kamer. Maar het gaat gewoon helemaal goed komen. Dat hebben we vorig jaar en 2 jaar geleden ook gedaan. Dus dat moet nu ook wel goed komen. Ik ben alleen even op zoek naar Quinn. Quinn! Ja? Ik heb wat voor je, man. Ja? Yeah. Ben je er klaar voor? Half. Oké. Okay. Kom maar verder. Niet bang zijn. Nee, ik heb 2 patches voor je meegenomen. Oh, nice! Kijk, 2 zomerpatches. Sick! Dus als je er nog eentje op wil, of misschien 2. Ja, nou, wie het zegt, gaan we het meteen goed doen. Ja, zo moet je rondlopen. Zo is het toch gewoon vet? Ja, dit is gewoon cool. Ja, let's go. Swag! Ik heb smeren. Wat zei je? Mag ik je smeren? Ja. Ik heb dit al heel lang op mijn hand, want jij komt maar niet om je in te smeren. Omdat ik de tanden aan het poetsen was. En je weet 100% zeker dat je in Spanje bent als je gewoon water uit de kraan in je mond krijgt en dan proef je alleen maar chloor. Ja, bleh. Bleh. Kom hier. Smeer het op mij. Speciaal voor jou heb ik kinderdingen gedaan. Oh ja, je hebt kinderzonnebrandcreme gehaald omdat dat beter is voor een gevoelige huid en wat nog meer? En waterproef. Oh ja, waterproef. Want jij hebt heel vaak, dan smeer je in en dan 3 minuten later denk je... Nou, ik heb eigenlijk wel zin om te gaan zwemmen. Ja, en dan is het af en dan verbrand ik. En dan zeg ik daarna, waarom ben ik verbrand? Ik heb hem erin gesmeerd. Ja, dit gaat hopelijk wat beter helpen. Oké, draai maar even op. Ja. Het is echt belangrijk dat je goed insmeert, dames en heren. Of goed in laat smeren. En vooral dat in laat smeren vind jij leuk, hè? Oh, heerlijk. Sowieso heb ik de dikste handdoek die er is, dames en heren.
Hij ligt hier op de stoel en ik ga hem even uitvouwen. Ik weet zeker dat jullie hem ontzettend tof zullen vinden. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoor jullie niet. Ja, ja, ja. Oké, daar gaan we. Alright. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the... Dit is mijn handdoek. Het is wel duidelijk dat die... Hey, Bumper! Dit is mijn handdoek. Bumper vindt hem ook lekker. Het is wel duidelijk dat het voor mij is. Yeah, heerlijk. Als er nu iemand is die kijkt en zegt van Enzo, ik vind hem zo super vet, ik zou hem super graag willen hebben. Check dan even het link in de beschrijving, knolpouw.nl. Daar kan je... Waarom is hij omgeslagen? Wat is dit nou weer? Daar kan je deze hele vette handdoek halen. Ik ga snel weer op de handdoek staan, want het is zo ongelooflijk warm daar. En Bumper die heeft het ook warm. Je loopt alweer over mijn handdoek heen. Wat doe jij? Ga maar lekker af. Ga je af? Ga maar af hier. Bumper vindt hem ook mooi. Ja, dit is zo schattig. Lekker is die, hè? Oh, hij is zo lekker. Duw me niet in het water, hè? Dan ben ik echt de lul. Bumper heeft het zo warm. Kom maar, een beetje water. Oh. Opeens is het super druk geworden hier. Iedereen is lekker aan het zwemmen. Wow. Hier komt een salto achterover van Quinn. En Sam is hier nu ook net aangekomen. Hola. Tenminste, aangekomen hier bij ons voor de eerste keer. Want jij zelf bent ongeveer al een weekje in Spanje. En hij heeft dan ook al zeker weten allemaal vette video's gemaakt in Spanje. Mijn vette vlogs komen eraan. Maar kan je nou echt niet wachten? Check even het link in de beschrijving. Daar staat zijn kanaal. En hij heeft dus al een week lang hier video's gemaakt. En ik heb net gehoord dat ze super vet zijn. Dus ik ga ze zelf ook nog even checken. En ik zou zeggen, doe meteen even een leuk trucje voor de kijkers. Nou, ja. ik kan niet zo goed trucje. Dat is het probleem. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Let's go, Sam. Oké, die was best leuk. Jij kan een salto achterover. Let's go. Oh, Bumper. Is gezellig, hè? Altijd gevaarlijk als Bumper dit doet. Oh, Bumper. Bumper die valt per ongeluk soms in het zwembad. Dus het zal vast nog een keertje gaan gebeuren. Maar het is heel moeilijk om een film te krijgen, want het gebeurt altijd onverwachts. Ik ga nu zelf ook maar even de allereerste duik nemen in het zwembad. Ik heb er al te lang op gewacht. Ik heb dit zo gemist, hè? Dit is heerlijk. This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right.
tijd dat ik met de drone aan het spelen was, heeft Dee dit op haar handen gekregen. Ja, mama die maakt altijd hele mooie nagels bij mij. Alleen, die waren ondertussen een beetje lelijk geworden, dus die moeten er even af. En krijg ik nieuwe, maar zo beter. Nagellak. Ja, nagellak. Eventjes een kleine powernap genomen. Ik bedoel, het is tenslotte natuurlijk wel vakantie. En de bedoeling is dat we hier even lekker gaan uitrusten en heerlijk gaan genieten. En voor de mensen die niet weten wat een powernap is, dat is eigenlijk heel erg simpel. Het is ongeveer een snelle slaap van ongeveer 30 minuutjes. En dan tank je even wat energie bij en dan kan je er daarna weer tegenaan. Wij gaan nu met de auto naar Kip in het Mandje. Het heet officieel, hoe heet het ook weer, Dee? Pakko, pakko of zo? Pakko, pakko. Pakko, pakko. We noemen het gewoon Kip in het Mandje. Ja, maar hoe noemen ze het normaal? Pakko Pakko. Het heet Pakko Pakko, maar we noemen het Kip in het Mandje, want je krijgt letterlijk kip in een mandje. Ja. En daar hebben we zoveel zin in. Yeah. Gisteren in de auto zaten we echt nog helemaal te fantaseren over Kip in het Mandje en nu gaan we. Yes. Yes, en je ziet er heel beeldschoon uit, schat. Dank je. Dit is toch super vet. Dit is echt heel vet, ja. Precies. Te koop. Te koop, ja. In één keer een bord. Maar dit is echt een heel erg mooi plaatje. Daar, dus die huisjes die je daar ziet, op die berg, op die berg, daar gaan we morgen eten. Ja. Daar zit de Max en Sam. Oh, nice. Dit is Kip in het Mandje, dames en heren. Het ziet er hier altijd super gezellig uit. Kijk, en daar staat het, Pakko Pakko. Moet je eens kijken. Oh, ja. Perfecto. Ja? Perfecto, yo también. Ja? Ja? Oh, oh, gracias. Eet smakelijk, Deetje. Dankjewel. Ik kan echt niet wachten, gewoon. Echt niet wachten. En dan heb je patat en dan heb je heerlijke saus erbij ook. Oeps, oké. Okay. Nou, moet je nou mijn saus? Alsjeblieft. Selfie. Hey, selfie. Selfie. Yeah, selfie. Oké, okay, we zijn klaar met eten. En nu ondertussen staat hier echt een hele lange rij. Dus we zijn ook altijd perfect op tijd. Want wij gaan hier altijd heen als het ongeveer een uurtje of 7 is. En om 7 uur gaat dit namelijk open. Dus dat is de perfecte timing. Oh, selfie, selfie. We zijn hier in een Chinees winkeltje. En die zijn nogal populair hier. Je hebt echt heel erg veel Chinezen met een eigen winkel. En die hebben van alles. Echt voor de belachelijkste prijzen. En dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Wat is dit voor string? Dat is gewoon een gezichtje van een muis of zo. En in ieder geval, ik heb al een paar leuke dingetjes. Telefoonhoesjes. En ik heb ook een soort van klein statiefje voor mijn telefoon. Voor in de auto. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik dacht, misschien kan ik hier nog iets leuks vinden. Voor bij het zwembad. Je hebt natuurlijk allemaal toffe dingen om over te gooien. Oh, een doel. Een doel en die gaat hem met zandzakken naar beneden, zodat hij blijft staan. Hé, dat is handig. Dat is serieus handig. Vind je het leuk? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, toch? Kunnen we vast wel wat moois mee doen. Ja, Quinn heeft een wit shirt aan. En hij heeft allemaal chocola gemorst. Het is typisch Quinn. Het lijkt wel alsof dit een schilderij is. Zo mooi ziet dat eruit. Heel strak allemaal. Prachtige lucht. Heel veel scooters hier in Spanje. We zitten zelf ook op de scooter. We zijn even lekker met z'n tweetjes een stukje aan het rijden. Wat een fantastische eerste dag heb ik hier gehad, dames en heren. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het super tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check jullie morgen bij een gloednieuwe basisvlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!